Alleen daar die narigheid in de voetbalwereld waarin jij dan dus participeert. Je vrouw heeft je wel eens met een Don Quichotte vergeleken. Ja. Maar ik denk dan toch dat jij, en daar is ook in het boek veel over geschreven, toch een soort geldingsdrang hebt gehad, gerelateerd ook aan je jeugd. Ingewikkelde relatie met je vader vooral, die weinig complimenteus was. Waardoor jij misschien ook wel geleerd hebt om dingen niet helemaal binnen te laten komen. Ja. Ja, je zit knikken, ja. Nee, maar dat is ook gewoon zo. En die geldingsdrang, die heb ik ook wel gehad. En, nog steeds misschien? Ja, zo nog rond, steeds. Van Pragen. Hè? Ja. Dus ik kon naar mijn nichtje Mar gaan kijken en mijn neef Giel. Ja, die houden van applaus. Ja. Dat klopt. En jij ook dus? Ik ook. Ja. Daarom vind ik het ook zo lekker om op te treden met mijn beentjes nog steeds. Ja. Maar ik wil wel wat bereiken. En dat Don Quichotte verhaal, ja, dat komt gewoon omdat... Kijk, Don Quichotte was ook iemand die hopeloze strijd voerde. Nou, en mijn hopeloze strijd was in de tijd tegen Sepp Blatter, de toenmalige voorzitter van de FIFA. Om te kijken of hij niet zou kunnen aftreden. Nou, dat is een heel lang verhaal. Dat moeten de mensen maar lezen hoe dat precies gegaan is in mijn boek. Maar uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik zelf dus uit armoede dan maar kandidaat ben geworden tegen hem. Ja, en wat is dan de hopeloze strijd? Dat je overal komt en dat je ziet dat zijn tentakels zo ver reiken dat als je op een congres komt van bijvoorbeeld de Afrikanen of de Aziaten of de Zuid-Amerikanen, daar mag je als kandidaat zelf niet eens het woord voeren. Je mag je niet eens introduceren. Hij wel. Maar wij... Nee, maar goed, dit zijn allemaal dingen die zijn allemaal vreselijk. En dat was gewoon jouw place, jouw leven. Ja, maar ik deed dat met het eindelijk doel om Blatter weg te krijgen. Ja. Voor de good sake. Ja. Nou, dat is toen direct niet gelukt. En direct gelukt wel. Want, nog even terug naar jouw vader. Die was voor jou Ajax-voorzitter. Je hebt wel eens gezegd, als ik was al overleden toen jij voorzitter werd. Ja. Had hij niet leuk gevonden. Nee. Ik kwam in zijn tuintje. Ja. Was het dan dat die hang naar die voorzitter worden van de UEFA en van de FIFA, was dat niet een soort, misschien is het woord wraak te groot hoor, maar een soort ultieme, laten zien papa, ik kan wat. Nee. En jij hebt altijd gezegd, jij kan niks of ik ben kritisch over mijn zoon, maar kijk eens even. Nou, dat zou kunnen, maar dat is niet het geval. Nee? Het is heel bazaal. Ik vond gewoon dat Blatter weg moest. Ik vond en vind nog steeds dat er bij de FIFA dingen heel anders moeten. Ja. Dat vond ik nu bij de UEFA, vond ik dat trouwens ook. En daarom ben ik heel erg blij dat Alexander Seferin, de huidige voorzitter, dat ook oppakt. Dus daar heb ik geen zorgen meer om. Maar toen bij de FIFA, dat hoor je altijd pas achteraf, hè? Ook hoe dat met Qatar is gegaan. En dat de FIFA daar dan niet tegen optreedt. Ja, dat waren dingen die ik wilde.